Dit is de Amsterdamse staatsliedenbuurt. Volgens de Europese Commissie een van de ergste achterbuurten van het continent. Midden in dit westerse Sodom en Gomorra staat Turkevi Westerpark, een organisatie van Turkse migranten in Amsterdam. Vandaag is de bisschop van Haarlemmer te gast. Monseigneur Jos Punt zal er het vaste van de Ramadan breken, samen met de moslims. Na afloop discussieerden de moslims met de katholieke bisschop over Maria-verschijningen. Welke verschijning? Van Maria. Hoe is dat erkend? Ja. Aan de hand van? U zei dat u het erkend heeft. Ik heb het in zijn essentie als authentiek erkend. Ida Peerdeman. Niemand zou ooit van haar gehoord hebben als Maria niet aan haar was verschenen. Maar liefst 56 keer tussen 1945 en 1959. Lang heeft de katholieke kerk zich tegen deze verschijningen verzet. Maar nu is daar dus verandering in gekomen. Want afgelopen week heeft bisschop Punt van Haarlem verklaard dat de boodschappen die Maria heeft doorgegeven aan Ida Peerdeman authentiek zijn. Iets wat velen binnen die kerk overigens al langer geloofden. Punt zegt tot zijn erkenning te zijn overgegaan na zorgvuldig onderzoek. Ik heb daar, ik ken het goed, we hebben natuurlijk onderzoek gedaan naar de achtergronden, ook naar de boodschappen. Ik heb de dienst er ook gekend, dus ik weet een beetje hoe dat gegaan is. En dus we denken dat het voldoende authentiek is om die erkenning te geven, maar het heeft zich vooral wereldwijd sterk verspreid. Heeft een eenmakende factor, ook wereldwijd. En dat vind ik ook heel belangrijk. Er is een mooi gebed gegeven. Een gebed tegen verwording, rampen en oorlog. Wat onze wereld natuurlijk enorm plaagt. En dat de Heilige Geest mag komen en vrede mag geven en verzoening onder de mensen. Ik denk dat het belangrijk is voor onze tijd. Laat ons Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader, zend nu uw geest over de aarde. Laat de Heilige Geest wonen in de harten van alle volkeren, opdat zij bewaard mogen blijven voor verwording, rampen en oorlog. Mogen de vrouw van alle volkeren, die eens Maria was, onze voorspreekster zijn. Amen. Oké, Rob. We staan hier voor het sterfhuis van Maria. Ja, het is een belevenis om dit mee te maken. Dat Maria hier gewoond heeft. Ja, of ze hier ook inderdaad ontslapen is, dat weten we niet. Maar ze heeft hier waarschijnlijk zeker wel gewoond met de apostel Johannes. En we komen hier met de vrouwen van alle volken. Ik zal het plaatje straks ook in het huisje achterlaten. Dan kunnen de mensen ervan genieten. Want hier heeft ze haar eerste dogma gekregen. En de vrouwen van alle volken in Amsterdam vraagt om het laatste, het vijfde dogma. Het sluitstuk van het hele Maria-verhaal, van de hele Maria-leer. Dus er is een mysterieus verband tussen Everse Seldsjoek en Amsterdam. We zijn hier met mensen uit de hele wereld. We zijn in Amsterdam. Welkom bij Maria in Amsterdam. Amsterdam, beste mensen, noemen wij in Nederland al eeuwenlang in de volksmond Mokum. En Mokum, dat is een woord dat komt uit het Hebreeuws. En dat betekent eigenlijk plaats waar God woont, geheiligde plaats. Amsterdam is een stad geheiligd door het Eucharistisch mirakel, geheiligd door de komst van Maria als vrouwe van alle volkeren. Om haar te eren zijn we hier. Christ is risen from the dead, trampling down death by death. Op 25 maart 1945, het feest van Maria Boodschap en precies 600 jaar na het mirakel van Amsterdam, verscheen de heilige maagd Maria aan Ida Peerdeman.
Dit was de eerste van 56 verschijningen die tussen 1945 en 1959 plaatsvonden. Ida stond in haar lange leven slechts twee keer de pers te woord. De eerste maal was voor de KRO. Dit ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van haar allereerste Mariaverschijning. Maar niet voordat de Haarlemse bisschop zijn fiat had gegeven, wilde Ida de door de katholieke radioomroep gestelde vragen beantwoorden. Mevrouw Pirema, het is nu 25 jaar geleden dat u uw eerste verschijning had. Ja. Waarom heeft u er nou eerder publiciteit aan willen geven? Dat heb ik nooit willen doen, omdat ik het helemaal niet belangrijk vond dat ik op de voorgrond treedde. Het gaat meer om de zaak van de vrouwen van Maria, de vrouwen van alle volken, zoals ze zichzelf genoemd heeft. Hoewel in de 40er en 50er jaren haar verschijningen Rooms-Nederland bezig hielden, had de KRO weinig op met de vrouw aan wie Maria het behaagde te verschijnen. Met pervers genoegen bracht men de zieneres als crimineel in beeld. Die KRO, nou, die heeft me wat moois geleverd. Toen kwam ik op televisie en hadden ze een zwarte doek voor mijn ogen gedaan. Nou, schrik je toch van. Het zou weer een kwart eeuw duren voor Ida opnieuw met de pers zou spreken. Kijk, als u zegt van ik mag niet met journalisten praten. Nee. Ik mag niet met de televisie, ik mag dit niet, ik mag dat niet, maar... Nee, daar wil ik gehoorzamen. Ja, maar wie verbiedt u dat dan allemaal? Dat is de kerk zelf. En ze willen dat niet, dat kan niet, zeggen ze. Dat moet ik niet doen. Ik voel het zelf ook dat ik er niet tegenin moet gaan. Als u het nou niet doet, straks kan het misschien niet meer. Nee, als ik er niet meer ben, kan het. Ja. Ik sta natuurlijk ook een beetje onder de bisschop. Als u het gaat vragen aan hem, dan zegt hij nee. Dat weet ik al. Maar ja, is daar de bisschopse toestemming voor nodig? Ja, nou, ik durfde het niet en ik kon het niet. Ik dacht, nee, laat ik alsjeblieft maar gehoorzaam zijn en maar niet doen. Nou, dat heb ik 50 jaar volgehouden. Hoeveel van die verschijningen van Maria heeft u gehad? Nou, ik heb in de jaren van 45 af tot 59 boodschappen gehad. Het waren er 56 en dan enkele die apart genoteerd zijn. Waar kreeg u die visioenen? Die visioenen die kreeg ik hier, die boodschappen bedoelt u? Die kreeg ik thuis en een paar keer in de kerk van de Sint-Thomaskerk en elders. Ida was 90 jaar oud toen ze weer met een journalist sprak. Achteraf schrok ze er zelf van wat ze allemaal aan verslaggever Mohamed Elvers verteld had. Maar als u maar niet alsjeblieft mijn naam noemt of wat over mij, want dan is het mis. Ik mag dat natuurlijk niet. Kort voor de dood van de hoogbejaarde zieneres mocht zij nog kerkelijke goedkeuring beleven. Van Ida's uitvaart maakte Mokum TV een verslag, waarin voor het eerst het unieke interview met de overledene te horen was. Maar er moet eigenlijk een hele grote kerk komen. Dat de kerk die dan gebouwd zou moeten worden hier in Amsterdam. Daar heeft de vrouw gevraagd. De vrouw heeft dat gevraagd. Ja, ja. Het was een soort moskee, leek het. Leek het. Bismillahirrahmanirrahim. Ik weet ook niet, ik vond het zo'n gekke katholieke kerk. Dat ik die zag, ik dacht, dat is geen katholieke kerk. Ja, heel vreemd, heel vreemd. Ik vond het zo'n gekke katholieke kerk. Ik keek daarvan op. Ik dacht, vrouwen, wat is dat nou? Toch geen katholieke kerk. Ik heb het zo gezien en ik vond het ook gek.
Ik dacht, het is geen katholieke kerk. En ze begint te glimlachen. Dan denkt ze, ga je gang, dat moet zo. Bismillahirrahmanirrahim. Ja, als ik nu zo'n moskee zie, dan denk ik, James. Misschien is dat wel de bedoeling. Nee, nee. Aan ons de victorie, aan ons steht der Stiebel mit der grünen Dach, mit dem grünen Dach. Und herum den Stiebel wachsen Bäumele Asach. Und herum den Stiebel wachsen Bäumele Asach. Und mein Tate und mein Name reisele mit mir, reisele mit mir. Schon eine lange Zeit, wir wohnen dort in alle vier. Lange Zeit, wir wohnen dort in alle vier. Und mein Tate Horne wird alle Jahren seine, alle Jahren seine. Bringt die Tate uns Matunes, schöne Sache feine. Bringt die Tate uns Matunes, schöne Sache feine. Bring den Fädel, wo sie hört sich mitgenommen mit sich, mitgenommen mit sich. Und ein Hintel, wo sie haftet mitgenommen zu sich. Und ein Hintel, wo sie haftet mitgenommen zu sich. Zu sich, zu sich. Bring den ganzen lieben Quacket, klar und weiß wie Schnee, klar und weiß wie Schnee. Und ein Hund muss quacket, quacket, bis sie legt ein Ei. Und ein Hund muss quacket, quacket, bis sie legt ein Ei. Und mein Mama nimmt die Eier. Oh, ist das ein Mäufisch. Oh, ist das ein Mäufisch. Setz sie auf zurück, die Hund, sind der kleine Mäufisch. Setz sie auf zurück, die Hund, sind die kleine Mäufisch. Van Maria. Ik heb natuurlijk de vrouw van alle volken neergezet. Er liggen heel veel boeken, allemaal in het Turks, over Maria, de teksten vertaald. Het is heel klein, maar heel fijn. Maar het is een buitengewone ervaring om hier te komen.